Zo smaakt Nederland. Deze is mooi hard. Hij knaspert erover als je hem doorsnijdt. Ik ben Anko Lont. Ik heb hier samen met mijn vrouw en kinderen een akkerbouwbedrijf. We hebben hier een proefveld in aangelegd om te kijken of we met bloemenstroken in het voorjaar de natuurlijke vijandenpopulatie omhoog kunnen krijgen om trips en luizen onder de schadedrempel te houden. Een uienzaadje die heeft in het voorjaar goede omstandigheden nodig. En deze velden zijn mooi zacht en opdrachtig, dus dat betekent dat er van onderaf vocht omhoog trekt. Dan start hij vaak goed. Dan komt een worteltje aan, dan komt een plantje aan en zo krijg je een ui. Ik vind dat het heel belangrijk is dat mensen weten waar hun eten vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt en met hoeveel liefde. Hoe fantastisch is het dat deze prachtige mooie rode ui binnen 2 dagen in de dekenmarkt ligt? Ja toch?